financiering van de rechtspraak zou moeten geschieden op basis van objectieve maatstaven. Zo zou gevraagd kunnen worden, wat is nodig voor een goede rechtspraak? Hoeveel geld is er beschikbaar daarvoor? En wat is de rechtsstaat ons waard? Met het antwoord op deze vragen kan er jaarlijks een bepaald budget voor de rechtspraak vastgesteld worden. Aan het woord is waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoul-Baks. Hij heeft gisteren officieel het zittingsjaar 2016-2017 van het Hof geopend. Volgens de waarnemend hofpresident moeten de drie staatsmachten in gemeen overleg vaststellen welke objectieve maatstaven voor financiering van de rechtspraak zullen gelden. Welk percentage van de jaarlijkse staatsbegroting zal worden geoormerkt voor de rechtspraak? De agenda voor 2017 omvat dan ook het instellen en afronden van een onderzoek naar objectieve criteria voor financiering van de rechtspraak. Om je een beeld te geven, de begroting welke het Hof voor het dienstjaar 16-17 heeft ingediend bij de tussenkomst van het ministerie van Justitie en Politie aan het parlement, bedraagt ongeveer totaal hoor, daar heb ik het over personele kosten, apparaatkosten, en beleidsprogramma's, totaal 31 miljoen SRD. Heel beperkt overigens, die beleidsprogramma's, want je kan niet te veel doen. Er zijn maar 365 dagen om elke dag een handeling te plegen. En alles wat gedaan moet worden is meer dan 365 handelingen binnen de beleidsprogramma's. Dat hebben we zitten berekenen, dat kunnen we doen, dat kunnen we leveren met de capaciteit die er is. Met de 19 rechters, met de ongeveer 50 griffiers in zijn totaliteit, kunnen we dat doen. Rasoul-Baks ontvangt naar zijn zeggen de laatste tijd enorm veel brieven van justitiabelen en advocaten die vragen dat zaken sneller op de rol gebracht worden. De waarnemend hofpresident onderkent dat zij daartoe niet in staat is, ondanks de bijzondere inzet van de leiding van het Hof. Gelet op het verwachte resultaat van de RAJO-RIO-opleiding is het noodzakelijk om ondertussen door het delegeren van rechterlijke werkzaamheden de onaanvaardbare hoge werkdruk van de rechters te verminderen. We hebben achterstand in hofbeslissingen waar we aan proberen te werken middels een bepaald beleid hebben we uitgezet binnen het hof om daar toch wel wat productie te leveren. Ik laat even die productie van de eerste aanleg waar de bulkzaken komen. We zijn dat niet in staat op deze manier. Maar we doen wel onze uiterste best. Een ander onderdeel van de agenda voor 2017 betreft afkondiging van de wetvaststelling geldelijke voorzieningen voor de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal bij het Hof. De Nationale Assemblée heeft de ontwerpwet in 2015 in behandeling genomen. En de verdere behandeling is aangehouden in verband met het in de ontwerpwet aan te brengen aanpassingen. Deze ontwerpwet is intussen aangepast. De behandeling van de ontwerpwet in de Nationale Assemblée moet worden hervat en afgerond. En de wet moet uiteindelijk worden afgekondigd door de president van de Republiek Suriname. Daarmee geeft zowel de Nationale Assemblée als de regering blijk van waardering voor de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van en voor de essentiële positie die de rechtspraak binnen de democratische rechtsstaat heeft. Een soortgelijke wettelijke regeling bestaat er al ten behoeve van ministers en leden van het parlement en hun nabestaanden. Waarnemend hofpresident Rasoul-Baks. De architecten van de rechtsstaat zullen naar zijn mening ook juristen moeten identificeren die binnen de rechtspleging te werk gesteld kunnen worden. Dit zal de werkdruk van de 19 rechters verminderen. Aldus waarnemend hofpresident Rasoul-Baks gisteren bij de opening van het zittingsjaar 2016-2017.